Dat de Monsters Embassy niet alleen voor de darters een spektakel is, dat blijkt wel. Want naast me staat de directrice van het familiehuis van het Daniël de Hoed. Zo klopt die? Zo ja, is die goed? Ja, okay. Klopt. Ook voor jullie is het best een belangrijke avond. Ja, uiteraard. Ik bedoel, er staan hier iets van 600 man en een hele club van darters staan te spelen. Maak je dat nou veel mee, dat darten? Dat, vergeet me, dat is een kroegspelletje. Ja. En dan staan er van die stoere mannen, die staan gewoon voor een goed doel te spelen. En in dit geval dan Daniël de Hoed. Nee, dit heb ik nog nooit meegemaakt, Monster. En hier in de noviteit. En dit is gewoon de eerste keer. Het is nu de vierde keer dat ik kom. Maar het is, dit is voor het allereerst dat ik zoiets heb meegemaakt. Dat er zoveel mensen voor zo'n goede doelen aan darten zijn. Ik vind het heel bijzonder. Ik wou zeggen, dat moet een heel goed gevoel geven. Nou, het raakt mij heel erg persoonlijk. Als ik gewoon zie dat ook allerlei darters erbij zijn die het nodige persoonlijk hebben meegemaakt. En dan zo'n familiehuis, hè, waar het ook draait om kanker, dat die dat dan in het spel opnemen als goed doel. Want dat geld gaat naar het familiehuis, maar het familiehuis houdt... Moet je even vertellen wat dat inhoudt? In het familiehuis daar wonen familieleden van kankerpatiënten die in de Daniël den Hoed behandeld worden en polyklinische patiënten. En dat gedurende de behandeling. En wij draaien voor het overgrote deel op giften en donaties. Dus ook zoiets als de Monsters Embassy en die darttoernooien die zij houden. En wij draaien op de inzet van vrijwilligers. Henk staat op dit moment vreselijk zijn best te doen voor jullie. Ja. Maar het blijft natuurlijk een beetje gissen wat het bedrag is wat hij bij elkaar speelt. Ja, nou, ik vind het ontzettend spannend. We zijn al eens een keer met flinke bedragen. Dit is nu de vierde keer, dus we hebben al heel wat bedragen hebben we gehad van deze darttoernooi. Ja, dit is natuurlijk heel spannend wat er gaat gebeuren. Het blijft een groot cadeautje. Ja, ik vind het gewoon fantastisch wat ze doen. Ik ben erg benieuwd naar de eindopbrengst, maar in ieder geval alvast gefeliciteerd. Nou, heel erg bedankt. Naast me nog een goed doel van kinderdagverblijf
Simba. Die hebben vorige week voor Villa Joep een actie gehouden. Mag u zelf even kort uitleggen hoe dat zat? Wij hebben een actie gedaan voor de stichting Villa Joep. En dat komt omdat Rick bij ons in de naschoolsopvang zat. En we hoorden vorig jaar in november het verschrikkelijke nieuws dat hij kinderkanker had, heeft. En dat is neuroblastoom kinderkanker. Ja, dit verschrikkelijke nieuws, daar konden we niks mee doen. Maar we konden wel meevechten met het... vechten tegen neuroblastoom kinderkanker. En daar zijn we voor gegaan. En dan zijn we vorige week, heel de dag hebben we hier een actiedag gehouden. Waarin Rick dan eigenlijk het meeste het middelpunt was. En voor hem moesten we het leuk maken en voor hem moesten we die dag organiseren. We hebben dat gedaan. En we hebben daarbij 52.000 euro, 500. Ja, ik zat te lezen, jullie hadden een vergunning voor 500 man. En dat bleken er achteraf 2000 te zijn. Hè? Daar praten we niet over, want we hebben 400 man. Het gaat om de opbrengst. We hebben 400 man binnengelaten. En toen zeiden we stop. En dan na 10 minuten. Ja. Dus nee, dat zeggen we gewoon niet. Maar het was verschrikkelijk druk. En het is gewoon geweldig om te zien dat je ziet in zo'n gemeente Monster hoeveel sponsors er zijn en hoeveel geld opgehaald kan worden voor zo'n goed doel. En dat iedereen met een rode draad een soort vrienden van, dat je zegt, nou, we gaan er ook voor. En dat doen we met z'n allen. Naast jou weer de ouders van het kind waar het om ging, ja. Of in dit geval de moeder, hoe voelt dat? Ja, geweldig. Ik kan er niks anders van maken. Als ik zie hoeveel mensen er geweest zijn, dat hadden we nooit verwacht. Want we kwamen om 15:45 al aan, zo van, dan kom je niet zo binnen. Maar toen was het al vol. En als ik zie, er zijn oud-collega's, collega's uiteraard die ook vrijwilligers waren, oud-klasgenoten, vakantievrienden die ik heel lang niet had gezien, ja, en oude vrienden die ik heel lang niet had gezien, die allemaal toch even komen van, joh meid, kom op, sterkte, en ja, dat is super, ik kan er niks anders van maken. En dan heb je vorige week een opbrengst van 52.000 euro, maar vanavond wordt er ook flink gespeeld. Ja, ik mag nog steeds niet weten hoeveel, dus dat is wel heel spannend. Maar wel veel, denk ik. Ik heb alleen gehoord dat het totaalbedrag 27.000 is en dat het een deel is. 4 checks, hè? Ja. Maar ja, ik heb zoiets van, elke 100 is toch weer 100, ja toch? En ja, ik ben wel heel benieuwd daar. Wat doen ze nou met dat geld bij Villa Joep? Zij zorgen ervoor dat er onderzoek wordt gedaan, als enige. Er wordt verder door niks wordt er onderzoek gedaan. En zij zorgen dat dat betaald wordt. En ik weet dat met de opbrengst van vorige week dat er een onderzoek afgesloten kan worden. Dat volledig betaald wordt. Dus hiermee wordt weer een begin gemaakt. En een deel van vorige week en met dit weer een begin gemaakt met het volgende onderzoek. Wij hebben wel zoiets van, al kan er maar één kindje geholpen worden hiermee, dan zijn wij al blij. En het liefst natuurlijk dat er gewoon op een gegeven moment, ja, net als met leukemie, toch 70%, 80%, 90% geneest. Dat zou natuurlijk geweldig zijn als dat zou kunnen. Ja, dat hoop ik ontzettend met jullie mee. Ik wens jou heel veel sterkte voor de toekomst. Ja, dankjewel. En jou gefeliciteerd met je opbrengst. Ja, dankjewel. Okay.